Vitesse speelde zondagmiddag 1-1 tegen FC Emmen. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilgestaan bij de slachtoffers van de flatbrand. Na afloop spraken we met Vitesse-speler Julian Lelieveld en trainer Edward Sturing. 1-1. Ja, wat was het voor wedstrijd? Ik denk dat je heel goed begon. De eerste helft was prima, denk ik. Ik denk dat je de eerste helft had moeten afmaken eigenlijk. 1-2-0 of 1-2 doelpunten meer moeten maken. En dan het eerste kwartier na rust is eigenlijk chaos bij ons. Ze hadden speelden ietsjes sneller de lange bal. We wisten daar eigenlijk geen raad mee in het begin. Toen kregen ze eigenlijk kans na kans en was het wachten op de 1-1. En ik denk toen die 1-1 gevallen was dat wij wel weer iets beters van het spel kregen. Maar we konden de laatste doelpunt niet maken. Was het vermoeidheid in de tweede helft of wat was het? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk aan het eind zie je ook dat er weer wat meer energie in kwam. En dat iedereen gewoon nog energie had. Dus ik denk niet dat het vermoeidheid was. De wedstrijd had er anders uit kunnen zien als je de eerste helft 2-0 had gemaakt. Hè? Ja, dat zeiden wij net binnen ook. Maar ja, dat is heel... Dat is achteraf praat. Ja, dat is makkelijk achteraf praat. Maar ja, 2 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk, nog steeds ongeslagen. Ja, maar deze wedstrijd had je gewoon moeten winnen. Je gaat er altijd voor de 3 punten natuurlijk. Hè? Want je verliest weer 2 punten vandaag. Ja, precies. Dat is denk ik ook hoe we het moeten benaderen. En je hebt zaterdag ADO, dat is ook een ploeg die de punten nodig heeft, hè? Ja, precies. ADO heeft nu andere trainers, spelen een iets andere speelstijl, dus we kunnen onze borst nat maken. Wat zei de trainer na afloop? Ja, onze conclusie ook is dat we de eerste helft af hadden moeten maken en dat de tweede helft, dat we echt dramatisch begonnen en dat we het daarna wel weer oppakten. Edward Sturing, 1-1, een domper vandaag. Nou ja, je hoopt wel natuurlijk een goed resultaat tegen Emmen thuis. Dus op zich is dat wel een domper. Maar als je naar het totaalbeeld van de wedstrijd kijkt, en dat probeer ik altijd objectief te doen, dan denk ik dat we het in de eerste helft hebben laten liggen met 1-0. Daar hadden we eigenlijk minimaal 2-0 moeten staan. En dan is de wedstrijd denk ik op slot. Dat doen we niet. En ik moet zeggen, na de rust kan Emmen gewoon in het eerste kwartier na rust 2-3 keer scoren. Dus mag je ook nog blij zijn dat je gelijk speelt. Dus als ik naar het hele wedstrijdbeeld kijk, denk ik dat het een terechte uitslag is. Wat heb je in de rust gezegd? Nou, dat we het verzaakt hebben en dat Emmen wel wat anders zal gaan doen. Dus we hadden al gezien natuurlijk dat ze een spits brachten, een grote fysieke jongen. Dus zij gingen heel snel de lange bal spelen op hun spits en kwamen dan voor de tweede bal eronder. Alleen we waren dat kwartier, dat was niet het enige, we waren dat kwartier in rust gewoon de grip helemaal kwijt op het middenveld. Dus daar heb ik wat omgezet met Bero wat meer voor de verdediging laten spelen. Bazour wat meer naar de rechterkant van het middenveld om de grip weer terug te krijgen. Nou, dat lukt ook wel. Daarna kwamen we ook wel weer aan het voetballen. En alleen niet goed genoeg om deze wedstrijd te winnen. Je liet Dikko ook warm lopen. Waarom kwam hij niet in? Omdat de ruimtes werden eigenlijk steeds kleiner. Nou, ik weet wat de kwaliteiten van Dikko zijn. Die is snel in de diepte. Maar er was niet zoveel ruimte meer om snel in de diepte te zijn. Want wij waren op dat moment weer dominant en we speelden weer op hun helft. Dus er was eigenlijk niet zoveel ruimte om in weg te sprinten. Dus dan zoek je het meer in een speler die in de kleine ruimte een actie kan maken. En dan hoop je eigenlijk altijd op dat moment. Is deze wedstrijd ook een leerproces voor de anderen? Ja, maar ik denk dat elke wedstrijd wel is een leerproces. Alleen je wordt ondersteund in een aantal dingen die je eigenlijk al weet en die ik ook altijd heb geroepen. Dat het niet zo makkelijk is om zomaar wedstrijden te winnen. En zeker niet voor Vitesse. Zo goed zijn we nog niet. En we zullen nog zeker stappen moeten maken. We hebben laten zien dat we kunnen voetballen in de eerste helft. Maar als we onder druk komen te staan of als de druk erg groot wordt, hebben we nog niet het vermogen om dat voetbal te blijven spelen wat we eigenlijk willen. En wij moeten dus nog veel vaster in het positiespel worden. En daar gaan we mee aan de slag natuurlijk. Zaterdag ADO is ook een moeilijke natuurlijk. Hè? Die moet ook dringend punten verzamelen. Ja, maar ik heb ook al eerder gezegd, er is in de Eredivisie voor Vitesse geen makkelijke tegenstander. Wij moeten elke week ons optimaal voorbereiden, vol aan de bak en dan punten halen. Maar je kan ze niet ergens reserveren, zo werkt het niet in voetballen. Een trainer die een klein beetje tevreden is vandaag? Met bepaalde gedeeltes wat ik gezien heb wel. Met ook bepaalde gedeeltes wat ik gezien heb totaal niet. En met de einduitslag ook niet, al vind ik hem wel zeer terecht. Werk aan de winkel nog steeds? Gelukkig wel, anders zou ik thuis zitten. Hè? Dus ik moet wel werk hebben, ja.